Welkom bij deze screencast. In deze screencast wil ik je laten zien hoe OS 10.7.4 Lion Server geïnstalleerd wordt. Standaard beginnen we met een OS 10 client. Deze installatie is ondertussen gedaan en ik wil je graag de huidige situatie laten zien. De client die geïnstalleerd staat is geüpdate naar versie 10.7.4. Dat is op dit moment de meest courante versie. Vervolgens wil ik je ook laten zien dat de client volledig up-to-date is. Alle updates zijn geïnstalleerd, van Safari en iTunes tot de combi-update, waardoor deze Lion-versie nu 10.7.4 is geworden. Tijdens de installatie is er ook een beheerdersaccount aangemaakt met de naam LocalAdmin. Voor de rest zijn er nog geen accounts aanwezig. Al met al dus een standaard Lion-installatie. Voordat ik Lion Server ga installeren, bovenop deze client, ga ik eerst wat zaken aanpassen die behoren tot de initiële configuratie. Alhoewel ik in de loop van de screencast ook nog wel enkele zaken zal wijzigen. De eerste wijziging betreft de tijdsinstellingen. Ik zie al te graag de 24 uur notatie in de menubalk staan en ook het tonen van de datum is wel handig. Vervolgens pas ik ook graag in de Finder wat aan. Zo is het prettig om de extensies van de verschillende bestanden te kunnen zien. En in de sidebar wil ik graag een entry naar de homefolder van de huidige gebruiker, evenals de Mac zelf. De laatste stap is dan dat de root van de harddisk getoond wordt. Dus, als ik nu een Finder open, zul je zien dat de basisfolders in de root getoond worden, in plaats van de inhoud van mijn homefolder. De laatste stap is het aanpassen van de dock. Er staan een flink aantal pictogrammen die ik in een server niet tot nauwelijks nodig heb. Daarnaast geeft het straks ruimte voor een serverfolder die we later op gaan toevoegen. De diverse pictogrammen kunnen we dus uit de dock slepen en gewoon verwijderen. Op het bureaublad heb ik ook alvast een folder gemaakt met daarin twee installatiepakketten. Deze zijn alvast gedownload. De server app en de server admin tools. We hebben beide nodig voor een volledige serverinstallatie. En vooralsnog laten we ze even wat ze zijn, later gaan we ze opnieuw gebruiken. Wat we namelijk eerst gaan wijzigen is het IP-adres van deze computer. Op dit moment wordt de netwerkkaart nog geconfigureerd door een DHCP-server, zoals je kunt zien. Dat gaan we nu wijzigen in een statisch IP-adres, aangezien deze Lion client een server gaat worden. Door een /24 achter het IP-adres in te typen, geef ik meteen aan dat het subnetmasker een 24-bits masker is. Wat dus resulteert in een subnetmask van 3x255 en dan een 0. Tevens wordt de router het adres van de gateway op de eerstgeldige IP-adres in het subnet gezet, wat resulteert in 192.168.1.1. De DNS-server is hier niet te wijzigen, ieder met het search-domein. Daarvoor open ik Advanced en vervolgens DNS. Aangezien deze server nog geen eigen DNS-service heeft, gebruik ik voorlopig even een andere DNS. Dit zou bijvoorbeeld de DNS-service van je provider kunnen zijn. Dit wijzig ik straks na de installatie weer. Ook laat ik het search-domein even voor wat het is. Dan, een snelle controle leert ons via Safari dat deze computer nog steeds toegang tot internet heeft. En hiermee hebben we de huidige client zover dat we over kunnen gaan naar de installatie van de server zelf. Voor de installatie van een volledige Lion server heb je software nodig. In de App Store koop je de server app. Deze is noodzakelijk. Ik heb deze al voor de opname gedownload uit de store. In de store zoek je op Lion Server. In mijn geval is de server app dus al gedownload. Je ziet dat het hier gaat om de versie 10.7.4 en de prijs €39,99. De server-app staat nog niet geïnstalleerd op dit systeem. Een andere installatie die ik straks ga doen zijn de server-admin tools. Deze kun je gratis downloaden via de website van Apple. Klik op support in het menu en vul in het zoekvenster vervolgens server-admin tool 10.7 in. Vervolgens kun je alle versies van de server admin tools downloaden, inclusief versie 10.7.4. Allereerst start ik met de installatie van het core server deel, namelijk de server app. Ik maak eerst een kopie van deze app, om vervolgens
in Applications een subfolder met de naam Server te maken. Straks komen alle server tools in deze folder en dan heb ik ze overzichtelijk bij elkaar. Je zal ook zien dat OS X Lion de naam Server als een systeemfolder ziet. De folder wordt namelijk vervangen door een folder met een icoon. Vervolgens kopieer ik de server-app naar deze folder. De installatie start ik ook vanuit deze folder. Met een dubbelklik start de installatie en in het welkomstvenster kies ik meteen voor volgende. In het vervolgvenster ga ik akkoord met de licentie en ik installeer de software. Uiteraard moet ik middels het wachtwoord van een admin akkoord gegeven worden. Vervolgens zie je links onderin dat er nog een klein stukje software gedownload en geïnstalleerd wordt. Dat pakket heet Server Essentials. Daarna worden er een aantal services geïnstalleerd en in orde gebracht voor een eerste configuratie. We hebben het dan over onder andere een iCal server, een wiki, een iChat server, addressbook server en de mail server. In deze screencast komen deze services verder niet aan bod. Wellicht in een volgende screencast. Dit hele proces dat duurt even. Ik pauzeer direct de video en vlak voor het einde van de installatie start ik deze dan weer. Zoals te zien is de installatie gelukt. De zojuist geïnstalleerde server-app start automatisch de eerste keer. Deze server-app wordt voornamelijk gebruikt voor eenvoudig beheer van de meest voorkomende handelingen. Zo kun je er gebruikers en groepen mee beheren, statistieken, logfiles en waarschuwingen uitlezen en de meest voorkomende services configureren. Onderin vind je ook de server zelf. Voorlopig sluiten we de server-app om de server-admin tools te gaan installeren. Gelukkig gaat de installatie van de server admin tools iets sneller dan de server app. We zien hier zometeen welke onderdelen geïnstalleerd gaan worden. We zien de podcast composer, server admin, deze gaan we ook gebruiken, server monitor, system image utility, de workroom manager welke gebruikt wordt voor het beheren van onder andere gebruikers en de xgrid admin. Vervolgens klik ik een aantal keer op volgende en vul het wachtwoord van de lokale admin zometeen in. Aangezien de installatie niet zo lang duurt, laat ik deze screencast nu wel doorlopen. En ook hier is de installatie succesvol verlopen. Als ik nu de folder server in de applications folder open, dan zal je zien dat alle eerder genoemde tools in deze folder terecht zijn gekomen. Aangezien ik de tools in de folder server regelmatig zal gebruiken, sleep ik deze folder zometeen naar de dock. Door deze in grid te zetten, zijn alle tools snel onder handbereik. Vervolgens start ik server admin op. In het venster moet de server toegevoegd worden. Maar op dit moment is dat nog niet handig, want de computernamen moeten eerst nog gewijzigd worden. De computernaam vind je in System Preferences Sharing. Aangezien deze Lion Client nu een server wordt, wijzig ik de naam naar Server 1. Hier direct onder zie je dan ook meteen dat de lokale bonjournaam gewijzigd wordt naar Server 1.local. Dat is de eerste stap.
Vervolgens open ik de server app. Het onderste deel zal ik even verbergen om wat ruimte te geven. En daarna selecteer ik de server zelf in de sidebar. Als de configuratie geladen is, selecteer ik vervolgens stap netwerk. Hier kun je de computernaam wijzigen indien nodig. In dit voorbeeld staat de naam dus al goed, aangezien ik die net gewijzigd heb. De hostnaam klopt echter niet, locals-mac.local. Met behulp van de edit-knop ga ik deze wijzigen. Middels het vervolgvenster heb je de mogelijkheid om de diverse hostnamen te wijzigen. Elke computer in het netwerk heeft een unieke naam nodig die tezamen met het IP-adres en het MAC-adres van de netwerkkaart zorgen dat de computers elkaar onderling kunnen vinden en dus communiceren. Na een kleine controle zie je in het vervolgvenster drie manieren om een hostnaam te wijzigen. De eerste gaat over een lokaal netwerk zonder direct contact met de buitenwereld. De tweede is een privé-netwerk, maar biedt wel de mogelijkheid dat een gebruiker middels VPN vanaf internet wel contact kan maken. De derde is een netwerk welke direct met en vanaf internet te benaderen valt. In mijn voorbeeld wil ik dat alle namen gelijk en kloppend zijn, dus doorloop ik alle drie de opties. We hebben net de computernaam server 1 en de hostnaam ook server1.local gemaakt. Vervolgens gaan we dezelfde stappen nog eens nemen en kiezen de tweede optie. Soms kan het evalueren van het netwerk even duren. De computernaam hier is nog steeds server 1. Dat is dus correct. De hostnaam klopt echter niet. Hier moet een hostnaam en een domeinnaam komen zodat een zogenaamde FQDN ontstaat. Een Fully Qualified Domain Name. Ik vul hier een fictieve domeinnaam in. Deze server fungeert binnen het Mediatek.land domein. Ik gebruik geen local in de domeinnaam omdat OS10.local als een bonjour naam ziet. Dit zou dus problemen gaan geven. Voor de zekerheid gaan we ook nog even optie 3 controleren. En ook hier vullen we bij de hostnaam server1.mediatek.lan in. Nu zouden alle computernamen moeten kloppen en kan de server-app afgesloten worden. Nog een keer proberen. Ja, hij is nu klaar. Vervolgens start ik server admin. En in plaats van server1.local voegen we server1.mediatek.lan toe. Wachtwoord van de lokale admin. Als we de servernaam vervolgens uitklappen, dan zien we dat er al een DNS server geïnstalleerd staat. Waar komt deze vandaan en wat is de functie van deze server op dit moment? Tijdens de installatie van de server-app en de admin-tools heeft deze computer de DNS gecontroleerd op de aanwezigheid van zijn naam in de domeinzone. Dat DNS-adres haalt de Mac uit de IP-gegevens die hij heeft. In dit geval is er 192.168.1.20. Toen het daar niet in geregistreerd bleek te zijn, heeft de installatie zelf de DNS aangezet en een zone inclusief host record geconfigureerd en geactiveerd. Als we de zone goed bekijken, zien we dat de zone niet alleen de domeinnaam bevat, maar ook de hostnaam. Dat betekent dat er een zone specifiek en alleen voor deze server gemaakt is. Binnen de zone vinden we het A-record voor de server zelf. De reverse lookup zone zien we erboven. Ook deze is volledig, dus inclusief hostname 192.168.1.50. Omdat we in staat willen zijn om in de toekomst meerdere computers en servers in dit domein te plaatsen, moeten we dus een nieuwe zone maken. Als ik de huidige zones verwijder en een nieuwe maak, is de vraag om problemen. In de tussentijd zijn er immers geen juiste DNS-verwijzingen meer. We gaan er dus
eerst een zone bijmaken om vervolgens de huidige zones te verwijderen. We voegen dus een primary zone toe. Dit is de eerste DNS-server in het domein, dus ik kies voor een masterzone. De domeinnaam wordt mediatech.lan en het e-mailadres van de admin houd ik maar even op admin@mediatech.lan. Vervolgens geven we de nameserver op welke verantwoordelijk is voor dit domein. Met de plusknop voeg ik deze toe en OS 10 weet al dat deze server de nameserver zal zijn. Binnen de zojuist aangemaakte zone gaan we vervolgens een ARECR toevoegen. De server heet server1.mediatech.lan. En het IP-adres is 192.168.1.50. We zien dat de zone is gemaakt met het machine record en we hebben dus een nieuwe reverse lookup zone van 192.168.1. De voorgaande zones hebben we dus niet meer nodig en deze kunnen we gaan verwijderen. Voorlopig houden we dus twee correcte zones over. Een forward lookup zone en een reverse lookup zone. Nu kunnen we server admin afsluiten. Vervolgens gaan we terug naar het netwerk, want we gaan de DNS-adressen die er nu staan ook nog wijzigen. En ik wil het search domein gaan toevoegen. In de DNS-instellingen verwijder ik 192.168.1.20 en ga ik de localhost wijzigen in 192.168.1.50. In het searchdomein voegen we tevens mediatech.lan toe. Wat je niet moet vergeten is om in de server admin bij de DNS-service instellingen te controleren of er een correcte forwarder ingesteld is. Dit zou het IP-adres van de DNS van jouw provider kunnen zijn. Doe je dit niet, kan de DNS-server geen antwoorden vinden op de queries die buiten de eigen zone vallen. In dit geval staat het IP-adres er correct in. De laatste stap is het testen van alle computernamen in combinatie met de DNS. Hiervoor openen we een terminalvenster. Ik start het commando met sudo en vervolg dan met change IP streepje check hostname. Vervolgens geef ik het wachtwoord van de lokale beheerder en dan zien we dat de DNS en de hostnamen goed geregistreerd staan. Er valt niets te wijzigen. De server is dus volledig up and running en kan gebruikt worden om diverse andere services toe te voegen. Hiermee ben ik aan het einde gekomen van deze screencast. Wellicht tot een volgende.